Dit gedreun horen de bewoners van de ABC-straat al 2 jaar. En ze zijn het meer dan zat. Kijk, als het maar een keer gebeurde, zou ik niks zeggen. Er wordt gesloopt en dat kan niet zonder een bepaald soort problemen. Maar dat is voortdurend. En dat gaat dan van vroeg in de ochtend tot laat in de middag. En ja, weken, maanden lang. Dus dat is gewoon te veel. En geluidsoverlast is niet het enige probleem. Door de trillingen van het slopen ontstaan er scheuren in de omliggende huizen. Voor zover we dat kunnen zien, deze scheur wordt niet beter die hier naar links loopt. Dan heb je hier eentje. Die loopt naar boven en dan dwars nog één hier. De trillingsnorm werd al eerder overschreden. En daarom werd er vanochtend onder toezicht van bezorgde omwonenden weer een test uitgevoerd. Dat heb ik gehoord. Oh, dat heb ik weer niet gehoord. Ja. De resultaten van deze test zijn nog niet bekend. Maar volgens de buurtbewoners wordt er veel te hard gedrild.